De zon. Nederland 2, de VPRO. Met vanavond rond 9:30 De Horzel van het Pentagon. Een Engelse film over de strijd van een eenzame ambtenaar op het Amerikaanse ministerie van Defensie tegen de verspilling en corruptie in de wapenindustrie. Vier presidenten joeg hij tegen zich in het harnas en nog steeds wordt er geld weggegooid. Daarna rond 10:50 deel 8 van Berlin-Alexanderplatz. Sinds hij een arm kwijt is, heeft Frans Bieberkopf afstand gedaan van de belofte om fatsoenlijk te blijven. Daardoor geraakt hij wat ruimer bij kas en beter in het pak. Maar zijn inzicht in het leven zelf wordt er niet dieper op. En nu, ter opening van de avond, Coat & Bee, met in hun kielzog de tegenpartij.